Jongens, het is een nieuwe week, dus tijd voor een nieuwe verloren parel. En ik wou het een keer over een RTS gaan hebben. En volgens mij heb jij vroeger RTS-games gespeeld. Ja, zeker. Nu niet meer. Maar vroeger wel. Toen ik denk ik 9 of 10 jaar oud was. Ja, voordat ik naar de middelbare school ging. Inderdaad. En dat is de reden waarom je een baard hebt en David heet. Ja, is dat, krijg je een, volgens jou wel. Krijg je een baard van RTS-games? Ik denk het wel, want ik heb Red Alert vroeger niet heel veel gespeeld. Dus daarom is mijn baard zeg maar klein. En ja. Jij hebt het heel veel gespeeld, daarom is die voor jou lang. Dat denk ik hoor, ik kan het mis hebben. Want dat is waar dit over gaat, Command & Conquer Red Alert. ...1996 uitgekomen. Shit. Toen was ik letterlijk 4, hè? 4. Ja, en ik ken de game wel, maar ik heb het denk ik niet gespeeld toen ik 4 was. Nee? Wanneer heb je hem dan gespeeld? Ik denk toen ik 12 was of zo. Toen je 12 was? Ja, toen ik ook Rollercoaster Tycoon speelde. Toen speelde je al achterhaalde games. Ja, en nu nog steeds. Maar ik vind het gewoon vet. Maar letterlijk, Red Alert is gewoon hoe dat eruit ziet. Weet je, heel veel mensen dat zoiets hebben, oh, dat is toch fucking lelijk. Ja. Letterlijk, ik vind dit kunst, man. Ja? Als je zo dat hele veld ziet en dan al die huisjes en die poppetjes, ja, ik vind dat prachtig. Ja, die huisjes, jongen, die stonden altijd scheef. Maar goed, het verhaal van Red Alert. Ja, vroeger snapte ik dat helemaal niet, want ik kon niet zo goed Engels. En nu heb ik de synopsis gelezen, toen snap ik het in één keer wel. Het is best wel diep, eigenlijk. Ja. Het begint, je begint de game, begin je met een zekere professor. Die later in de game bekend wordt gemaakt als Albert Einstein. Ah ja, tuurlijk. En hij heeft een chronosphere uitgevonden. Dat is een apparaat waarmee je terug in de tijd kan gaan. En hij doet precies dat om Hitler te stoppen, zeg maar, van de Tweede Wereldoorlog. Maar natuurlijk, dit klinkt best wel als een realistisch verhaal. Precies. Een game zou een game niet zijn als er natuurlijk een gigantische plot twist in zit. En dat is natuurlijk dat het gruwelijk misgaat. Hitler wordt gestopt, maar dan komt Rusland aan de macht als overheersende wereldmacht. Had je gewild dat het ook in het echt was gebeurd? Of ik liever... Nee. Ik ben niet zo'n communist. Nee, maar goed. Vertel, de game. Er was dus een RTS. Wat houdt dat in? Real-time strategy. Jij bent dus... vanaf het begin ben jij een basis aan het bouwen. Dan kan je barakken, energiecentrales, dat soort dingen kan je bouwen. Dan kan je mannetjes trainen. Infanterie, tanks. In die game kon je zelfs honden kon je gebruiken. Die waren heel goed inzetbaar tegen spionnen. Die konden ze ruiken. Maar maakte je die honden dan zelf? Ja. Dus die kwamen uit de fabriek rollen of zo? Ja, die fokte je. Ja, vet was dat. Hè? Dat is wel epic. Ja. En met die mannetjes moet jij proberen je vijand te verslaan, zeg maar. En meestal, in Red Alert zaten daar missies aan vast. Die werden aan het begin van een missie werden die verteld via een filmpje. Wat echt tergend lang duurde. Ik heb ze teruggekeken, die filmpjes. Ja, ik zag het, ja. Voordat die filmpjes beginnen, is er een soort van ongemakkelijke pauze van 10 seconden, echt, dan zit je gewoon naar een scherm te kijken. En er zit iemand na te denken van, ik ga nu een missie vertellen. En jij weet nog niet wat, maar ik maak het nu ongemakkelijk, zodat het spannender is als je hem eindelijk hoort. Het is best wel intens hoor, die filmpjes. Want daardoor zat je wel echt vroeger in Red Alert. Tenminste, ik heb dan gespeeld toen ik iets van 12 was of zo. Dus ik had nog niet heel veel games gespeeld. Maar ik zat er altijd wel echt even naar te kijken. Ik begreep het ook niet helemaal, maar ik dacht wel van, die man heeft wel gelijk. Ja. Wat hij zegt is waar. Ja. En ik weet niet hoe dat komt, want het waren volgens mij, als ik er nu zo terugkijk, best wel slechte acteurs. Ja, en ik bedoel, maar ik heb het ook nooit meer in een film gezien. Nee, Ja, het was wel tof dat ze dat deden. Ik vind eigenlijk, why the fuck doen ze dat vandaag de dag niet meer? Die filmpjes tussendoor. Ja. Omdat een missie makkelijker te leren is, denk ik, tijdens het spelen van het spel. Dan moet je niet eerst verteld worden van, dit en dit moet je gaan doen. Het moet al een soort van duidelijk zijn wat je moet gaan doen. En dan kwamen ze na 10 jaar achter dat het misschien... Ja, weet ik niet. Ik denk het. Misschien, in RTS-games heb je nu een soort van de overlijnde tekst altijd van doe dit en dat. Collect die resources om dit en dit te doen. Maar zijn er nog veel RTS-games vandaag de dag? StarCraft heb je natuurlijk. Ah, dat is best wel een grote RTS-game. Ja, weet je, e-sports, super vreed. Ja, oké, maar het is meer dat merk ik de mensen dan als niet-RTS-fan. Ja, ik ben wel fan, maar ik zit er niet helemaal diep in of zo. Nee. Dat zeg maar iets als StarCraft, wat zit er nu op deel 2, toch? Ja. Maar daar blijft het bij, heel lang. Best wel wat jaartjes is het StarCraft 2, wat even gespeeld wordt. Ja. Maar er komt niet een nieuwe Age of Empires of een nieuwe Red Alert. Ja, nee. Ik ben zelf ook niet meer zo van de RTS-games. Gewoon dat... Het kost gewoon best wel wat tijd om zeg maar, je basis op te bouwen en je vijanden uit te schakelen. En ik heb daar gewoon niet echt het geduld meer voor.
Maar dat kan ik me wel aan vinden. Maar op zich blijft het, ja, ik weet niet. Je hebt ook hele andere games die dat gevoel toch wel een soort van nabouwt. Zoals ik ja, vind, zoals welke? Nou, ik vind Fire Emblem, tuurlijk, het is niet echt een RTS, maar toch ben je ook daarin constant aan het verdedigen. En dan moet je zeg maar door een bepaalde opstelling zet je een basis neer, waardoor de andere vijanden er niet doorheen kunnen. Ja. En dan hoef je niet eerst een fabriek te bouwen, zodat er nog een poppetje bij komt, weet je. En dat scheelt wel. Dat duurde vroeger wel te erg lang af en toe. Heb je nog andere RTS-games gespeeld dan Command & Conquer? Ja, sowieso Age of Empires. Ja? Dat was het. Ik vond Age of Empires vond ik harder. Want kijk, ik ben die man, ik hou van realisme. Dat is misschien raar, want ik hou van Nintendo, is totaal niet realistisch. Ja. Maar Age of Empires ook niet, want het speelt zich niet af zeg maar, in de moderne tijd. Nee, klopt. Maar dat vind ik juist vet. Maar ik vond bij Red Alert was het dan ook altijd weer zo van... Ik bedoel, waren die honden ook niet voor de helft robot of zo? Er was iets mee. Dat weet ik niet meer. Je kon ze op een gegeven moment wel modden. Dan konden ze elektriciteit blaffen. Juist, ja, nee, maar dat, weet je, dat vind ik jammer. Het moet realistisch blijven. Het moet gewoon zoals in Age of Empires, gewoon een kasteel dat je bouwt. En dan gewoon met een paar pijl en boog schieten op anderen. Dat vind ik super tof. Maar Red Alert is ook natuurlijk... Hoe speelde jij die games? Ik was altijd die guy die zeg maar zijn hele basis opbouwde en een muur eromheen zette. En in Red Alert zeg maar die Tesla coils die elektriciteit schoten op de vijand als ze dichtbij in de buurt kwamen. En dan ging ik mijn hele leger ging ik bouwen, barakken maken en tanks en hele soort van legioenen van leger. Maar die stuur ik dan naar mijn vijand toe. En als eerste de tanks, want daarmee kon je over vijandjes heen rijden, waardoor ze meteen al dood waren, weet je. Tegen de infanterie, vond ik prachtig. En dan was ik altijd die guy die één of twee mannetjes zeg maar overhield, zodat ze de basis weer konden herbouwen. En dan kwam ik later terug met een nog grotere macht die ik dan alweer in die tijd had gebouwd. Ik was echt gewoon uitroeien. Dat vond ik vet. Ik was altijd de guy van, oké, ik begin. Ik heb iets van 3 poppetjes. Ja. Eentje gaat maar lekker een beetje spullen verzamelen, zodat ik nieuwe shit kan bouwen. Eentje gaat een beetje de shit verkennen. En eentje liet ik altijd staan, omdat ik niet wist wat ik met hem moest. Dat is niet de meest tactische manier, maar... Ik heb volgens mij ook echt maar iets van 3 levels gehaald op deze methode. Ja. Maar ik had het wel naar mijn zin. En dat vind ik... Een kracht bij RTS games is dat het duurt fucking lang, maar het is ook fucking lang leuk. Ja, maar je kan het zo lang maken als je zelf wil. Ik bedoel, je kan natuurlijk meteen alles upgraden en zo snel mogelijk de sterkste tanks of wat dan ook zeg maar maken. Maar je kan ook soort van het spel uit laten spelen en wachten tot de vijand naar jou toe komt om te kijken wat, zeg maar, wat zijn strijdmacht is. En aan de hand daarvan jouw strijdmacht aanpassen. Ja, dat is een heel tactisch game. Het is net schaken. Ja. Maar wat vind je toffer, schaken of Red Alert? Ik denk toch wel Red Alert. Die heeft betere graphics. Ja, dan schaken? Ja. Ja. Je hebt tegenwoordig wel hele zieke schaakspelletjes. Ja? Hoor. Ja, het is wel echt... Yes. Ik heb al heel lang geen schaken meer gecheckt. Nee, ik ook niet. Nee. Ja, ze komen ook elk jaar weer met nieuw. Maar goed, Red Alert. Is het in jouw ogen een verloren parel? In mijn ogen wel. Het is sowieso voor mij is het gigantisch nostalgisch. Ik heb het vroeger echt heel veel gespeeld. Weet je? Je kon op een gegeven moment kon je eigen maps maken. Ja. Voelde me altijd heel badass in. Terwijl ik, die maps die ik maakte, dat was echt een soort van kinderspeeltuin vergeleken met wat andere deden. En ik vind het wel echt. Ik heb er goede herinneringen aan. Ja, ik ook zeker wel. Alleen, ik meen me te herinneren, er kwam laatst een Red Alert uit voor de iPad dan. En ja. Zeg maar de fouten die al die guys maken, is zo van. Oh, wacht! Red Alert, het zou goed werken op de iPad. Beter maken we een nieuwe die super kut is. In plaats van dat we gewoon deel 1 gewoon naar de iPad brengen. Dat hadden ze moeten doen met Rollercoaster, met Age of Empires. Maar ook zeker met Red Alert. Dan had ik het gespeeld. Ja. Maar nu is het dus, wat ik net zeg, waar ik niet van hou. Zo super high-tech, modern en die mensen zijn half robot. Ja. En ik weet het allemaal niet zo. Maar... Ja. Maar dat is wel het ding. Want Red Alert kwam ook met nieuwe versies, zeg maar Tiberian Wars. En dat was al meer modern, zeg maar. Het is een beetje die space-tech-achtige game. Mm-hmm. Maar die naar de iPad is gekomen, was naar mijn idee, zeg maar, Red Alert 1. Ja. Maar dan HD. Ja. Maar dan kut HD. Ik weet niet wat niet ze ermee vet. Gedaan hebben, maar ze hebben het er niet beter op gemaakt. En ik had zeg maar het idee dat een HD remake van iets zeg maar het beter hoort te maken. En als het dan niet gebeurt, dan doen ze iets verkeerd. Is het van EA? Het is van EA, hè? Ja. Jongen. EA heeft wel Red Alert 1 vrijgesteld. Het is gewoon freeware nu. Dus je kan hem gewoon... Ja, dat is volgens mij wel een leuke einde van deze verloren parel. Dat de game gewoon gratis te downloaden is voor iedereen. Waarom kijken jullie dit nog? Ja. Ik zou iets gaan downloaden nu. Hoppakee, bam. Ik ga het wel doen. Ik ga het nu installeren. Ik ga het ook nu doen. Fuck vet. Je speelt met geallieerden en de Russen. Dat was het verhaal gewoon. Nee. Even heel kort. Nee. Oké. Dit gaan we knippen. Nee, dat gaan we niet knippen. Dat gaan we wel knippen. Dat kan wel knippen.
Of niet? Ja, ik moet het zo meteen gaan doen. Dus ja. Thijs, denk even goed na. Wordt het een knip of wordt het geen knip? Ja, het wordt wel een knip.